De manier waarop Rob Kems zijn gezin verlaten heeft, verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Het is eigenlijk gewoon een beetje smerig. Hij is er vandoor gegaan met zijn achtergronddanseres en is hun prille liefdesgeluk direct heel erg gaan etaleren. Elk geluksmomentje moet op Instagram, en dat krijgt zijn in de steek gelaten gezin ook allemaal mee. Het toppunt was dat Rob en zijn danseres in kwestie, Stefanie Klaver, op een gegeven moment meewerkten aan een shoot van paparazzo Edwin Smulders. Dat is nog tot daaraan toe, maar ze besloten ook nog eens geposeerd te gaan tongen met elkaar. Zo ordinair en zo'n klap in het gezicht van zijn oud geliefde. Rob en Stefanie zullen dus nooit de gunfactor krijgen, maar toch durfden ze zich gisteren met zijn tweetjes in het openbaar te vertonen. Ze waren namelijk op de première van de musical Piaf afgekomen. En op de Rode Loper moesten ze zich door een behoorlijk infantiel interview met shownieuws heenworstelen. Presentatrice Dianta Brooks brengt hun aanwezigheid ter sprake in de uitzending op SBS 6. We zagen net Rob Kems met zijn nieuwe vlam. Nou ja, nieuw is het inmiddels niet meer. Collega Bart Ettekoven beaamt: het is inmiddels alweer bijna zijn oude vlam. Ik bedoel, ze zijn al wel eventjes samen, toch? Ze zijn tot nu toe nog nooit samen op een rode loper verschenen, dus dat was wel even een momentje. We hebben ze daar natuurlijk wel eventjes in de kladden gegrepen. Door naar het interview. Hoe gaat het met Rob en Stefanie? Hij, we zijn relaxed en we zijn lekker een avondje uit. En een avondje vrij in het weekend, dus dat is ook wel een unicum. De shownieuwsverslaggever en hoe is het zo met Rob op de loper? Stefanie, ja, super fijn. Ja, we zijn heel fijn samen. De shownieuws mevrouw, Rob is natuurlijk altijd super druk. Hebben jullie nog tijd voor elkaar? Rob voelt zich een beetje gegeneerd, omdat die shownieuwsdame net doet alsof Stefanie de hele dag uit haar neus zit te vreten, terwijl ze natuurlijk continu op het podium staat op om op te treden met artiesten als Gerard Joling. Nou, zij is eigenlijk drukker dan ik hoor, volgens mij. Stefanie, ja, we zijn alle twee heel druk. Ik ben momenteel ook heel druk met heel veel concerten, maar we maken hier graag tijd voor samen.